Ik ben wel benieuwd wat voor merken jou wel eens benaderd hebben voor een reclame. Oh, dat is een heel interessant verhaal. Ik ben meerdere malen benaderd voor reclame. Namelijk door de Nederlandse spoorwegen al, ja, eigenlijk denk ik 25 jaar geleden. Er was een fors bedrag aan verbonden. Ik moest iets positiefs over de NS zeggen. Ik zei, ja, als ik iets positiefs te melden had, zou ik erover nadenken. Maar het is heel treurig. Maar ik heb niets positiefs te melden over de NS. Integendeel, als jullie eens een overtijd over hebben, ben ik bereid een kwartier uit te pakken over de verschrikkelijke ervaringen die ik met de NS heb. Het Verlossum, kunt u mij horen? Hey, jij staat in een lijst met de meest invloedrijke podcasters van het jaar. Zo, wist je dat al? Het is wel indrukwekkend. En wat voor democratische verkiezingen heeft dit gegenereerd? Ik heb geen idee. Volgens mij staat ook iedereen erin die überhaupt podcast. Nou, dat zijn er inmiddels wel veel. Daar is een lijstje van. Ah, nou ja, god, fijn. Ik weet niet wat die invloed precies is. Maar je zit natuurlijk nu aan het einde van het jaar, dus je hebt Caroline van der Plas, die liet ook deze week weten dat ze ook genomineerd was als een van de meest talentvolle nieuwe Tweede Kamerleden. Oh ja, talentvol, dat speelt bij mij niet zo'n rol natuurlijk, omdat ik bezig ben om gepensioneerd en wel steeds ouder te worden. Maar ja, die invloed, dat is natuurlijk flauwekul. En nu we het toch over die flauwekul invloed hebben, dan heeft natuurlijk de media zijn daar gek op. Lijstjes. Ja, lijstjes. En dat zeggen ze toch, Nederlanders zijn dol op lijstjes. Wie zou het invloedrijkst zijn? Hè? En je hebt dat flauwekul onderzoek van de Volkskrant met de 100 invloedrijkste Nederlanders elk jaar. Oh ja, 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 ja. En daar staan altijd allerlei mensen in. Maar je moet een onderscheid maken tussen de functie die iemand bekleedt en of hij als persoon invloedrijk is. Ja, als je natuurlijk voorzitter bent van de, ik noem maar wat op, de Tweede Kamer of van de Eerste Kamer misschien al, heb ik de indruk dat die invloed nou weer niet zo groot is. Of je bent voorzitter van de SER en je doet dat goed in de SER, dan hè, word je ook aangezocht om te formeren of althans te preformeren. Maar of die, je bent eigenlijk naar mijn idee pas invloedrijk als je dus eigenlijk geen specifieke functie hebt waaraan grote invloed verbonden is. Juist, ja. Hè, wanneer je die invloed ook zou hebben als je die functie niet meer uitoefent. Hmm. Hè, dat denk ik, dat dan zou je, nou, misschien moet je, aan de andere kant zeg ik, denk natuurlijk weer aan Cenk Willink, die al lang gepensioneerd is, ouder dan ik bij mijn weten, en die toch zijn invloed heeft behouden terwijl hij de functie die hij had, namelijk vicevoorzitter van de Raad van State, niet meer uitoefent. Maar die schaduw die hij natuurlijk heeft ontwikkeld of gekregen door die functie, die zal nog steeds een rol spelen. Dus ik vind dat invloed, en dan nogmaals, heeft Rutte invloed? Ja, je zou op het eerste gezicht natuurlijk enorme invloed, hè? Ja, op het regeerakkoord, we moeten zo misschien even dat ze weer gezellig verder prutsen, voor zover we weten, zonder dat het eigenlijk enige vorm van vitaliteit of enthousiasme uitstraalt, dat wel. Maar goed, er zal tenslotte wel een akkoord uitrollen. Maar ik wil wedden, als Rutte zegt, die zit dus de hele dag in dat torentje, zoals je weet, dat die kastanjeboompjes aan de overkant van de vijver, dat die hem helemaal niet bevallen. Ze zijn namelijk nogal arme tieren, kastanjeboompjes, ik weet niet, heb je er wel eens gelopen? Dat je, ja, ja. Heel veel van die kastanjebomen die hebben dus last van een bepaald soort van beestje. He, de zogenaamde meneermot, dat hebben we te danken aan de klimaatopwarming. Die meneermot rukt op uit Zuidoost-Europa, als ik het wel heb. En nou ja, je ziet dat hier bij de kastanjebomen, ze lopen prachtig uit in het voorjaar, mooi groen blad. En ja, meestal zie je binnen enkele weken zie je van die bruine strepen op het blad, dat is het werk van die meneermot. En ik geloof ook dat ze nog een of andere bacteriële besmetting ook hebben. Dus de kastanjebomen hebben het moeilijk. Dus Rutte zegt van, nou, die arme dierenboompjes, weg ermee. Daar moet iets neergezet worden wat een beetje uitstraalt hoe belangrijk ik ben hier in dat torentje. En hij schrijft een brief aan de gemeente Den Haag, want die gaat daar natuurlijk over. Jan van Zanen gaat erover. Jan, die boompjes moeten weg. Weg ermee, flauwekul. En dit legt uit en de gemeenteraad zegt, ja, wacht nou eens even. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Nee. Nee, ik denk dat de invloed van Rutte op dit soort van dingen, dat zullen we eens even regelen. Weet je nog, Geert Wilders?
He, wilt u minder op meer aan Marokkanen? En nadat ze allemaal gejuicht hebben, dat bleek overigens ook een opzetje te zijn achteraf, zei Geert Wilders van, dat gaan we dan regelen. Dat was eigenlijk de meest schandalige onderdeel van deze hele vertoning, die georganiseerd was. Hij heeft niks te regelen. Hij heeft er geen zak over te vertellen. Hij is één Kamerlid. Hij kan een motie indienen dat ze het gaan regelen. Die motie wordt verworpen. Dus het was een hoogst... Het was misleidend. Maar het was ook hoogst pijnlijk voor al die mensen in Nederland die blijkbaar onder deze vage minder roeperij vielen. Ja, want die zullen misschien ook gedacht hebben, niet wetend hoe het systeem in elkaar steekt. Hallo, hè? Wanneer rijden voor ons de spoorwegwagons voor, waarin we zullen worden afgevoerd. Kortom, ik vond dat eerlijk gezegd schandelijk dat hij dat zei. Maar hij zei dat wel, terwijl hij zelf natuurlijk wist dat hij totaal geen invloed heeft. Hij heeft wel invloed, maar die is heel diffuus in de zin dat andere partijen die werkelijk wel enige invloed hebben, bang voor hem zijn. Dat is meer de kwestie. Maar ik vond dat gaan we even regelen. Nee. Evenmin kan Rutte regelen dat die zieke boompjes aan de overkant gerooid worden. Hmm. Hij kan misschien Jan van Zanen nog eens een keer opbellen en zo. En wie weet doen ze het en dat zou kunnen. Maar hoe je invloed meet, dat is ontzettend lastig. Hoe je dat precies moet doen. He, daar zie je, je ziet bijvoorbeeld, je hebt een merkwaardig verschijnsel. Laten we zeggen, als je het over boeken hebt. Dat in Nederland worden steeds minder boeken verkocht. En voor zover ze verkocht worden vaak via het internet. Dus de boekhandels hebben het moeilijk. Mag ik iedereen oproepen gewoon boeken bij de boekhandels te gaan kopen. Al moet ik bekennen natuurlijk dat ik af en toe in mijn haast om een boek vlug te bezitten. Zeker als het uit Amerika komt, toch wel even dat via Amazon doe. Ja, er kwam nog een vraag trouwens. Maar ik voel me altijd schuldig. Ik voel me altijd schuldig. Okay. Dan heb je dat deels al beantwoord. Zal ik zo even laten horen. Goed zo. En dan is het soms ineens zo dat iedereen in Nederland hetzelfde boek leest. En dat haalt dan al echt fantastische verkoopcijfers. Nou ja, je had in de tijd die Larsson, Mannen die vrouwen haten. Ja, van de serie ook. Drie delen. Ja. En ik weet nog, dat is alweer jaren geleden. Ik liep het terras op in Texel, waar ik altijd een kopje thee ga drinken. En tot mijn verbazing zaten vrijwel, nou niet iedereen, maar de helft van de mensen dat heel dik boek te lezen. En ik kijk zo'n beetje van even zo over de... Je kunt niet zeggen, wat zit u daar te lezen? Dat kun je ook weer niet maken. Je weet maar nooit wat het is. Dus je kijkt eens even. En ik kwam er al snel achter. Ze allemaal hetzelfde boek zaten te lezen. Namelijk dat boek van die meneer Larsson. Zo heette die toch? Als ik het goed erin. Overleden op een gegeven moment ook. Ja, hij is heel vroeg overleden. Die Larsson. Maar daar gaat het me nou niet om. Een heel tragische figuur in allerlei opzichten. Maar het gaat er mij om dat iedereen op dat terras dat boek, bijna iedereen dat boek zat te lezen. En dat bij sommige bestsellers is er kennelijk een systeem van, waarschijnlijk is dat toch dat kennis te zeggen van, ik heb zo'n leuk boek gelezen, hè, moet je ook eens lezen. En dat op die manier werkt. Maar wie dan de invloedrijke partij is de vraag. Want dan, jij zou natuurlijk terecht tegen mij kunnen zeggen, nou ja, maar wacht eens even. Er zijn natuurlijk heel invloedrijke boekbesprekers. Ik zou maar zeggen, de boekbesprekers in de NRC, Vrij Nederland, de Volkskrant, de NRC. Als die een positieve kritiek schrijven, nou dan gaan er 10.000 op. Dat kun je rustig vergeten, kan ik je zeggen. Ik wil niet zeggen dat er niet een enkele tientallen mensen zullen zeggen op basis van een bespreking in de NRC, dat boek gaan we ook kopen. Maar als het daarbij blijft, dan gaat dat niet gebeuren. Maar je hebt enorm veel extra publiciteit nodig. Neem dat meisje wat het boek heeft geschreven, wat de Boekenprijs voor buitenlandse literatuur is. Want dan kijk dat. Vooral omdat we in Nederland enorm gevoelig zijn voor als een Nederlander in het buitenland iets doet en dat hoog geprezen wordt. Nou, dan zijn wij, dat vinden wij het mooiste wat er is. Maar je zag dat altijd bij DBDD, daar ging zo'n sticker op van besproken bij DBDD. Ja, wacht even nu, dat is een station wat ik nog niet bereikt had in de trein van mijn redenering. Want de televisie heeft daar duidelijk een aanzienlijk grotere invloed dan... En dat had je bij De Wereld Draait Door. Die hadden dan geloof ik één keer per half jaar zo'n boekenpanel. Zo'n boekenpanel. En dan kwamen allerlei lui van boekhandels. En die zeiden, ja, dit is het geweldigste boek. En dat had wel enig effect voor zover ik weet. Het heeft ook geloof ik wel effect als je die prijs in Nederland wint. De Librisprijs.
Daar moet je, kun je rekenen dat het redelijk verkocht wordt. Redelijk. Hmm. Maar dus daar zie je aan dat niemand in Nederland kan individueel bepalen nou dit boek. Hè. Er is nergens in Nederland een criticus die op tv kan komen en kan zeggen, nou, ik heb nu dit boek gelezen. Dat moet iedereen lezen. En dat iedereen dat ook doet. Nee, zo is het niet. Maar kijk naar Voetbal Insight. Die jongens hebben allemaal een boek gehad. Gijp, Derksen, volgens mij. Ja, die voetbalboeken die verkopen allemaal hartstikke goed. Die stonden allemaal op één. Ja, en dat komt in feite omdat je dan een segment van de boekenmarkt aansnijdt. Wat natuurlijk normaal gesproken niemand interesseert in de boeken, in de boekenzanger. Omdat natuurlijk, ja, dat zijn voetballiefhebbers. Dat zijn geen boeken. Die lezen die boeken niet omdat ze graag lezers zijn. Of lekker een boek. Nee, ze lezen vanwege het gelul over voetbal, wat erin staat. Is dat erg? Erg is dat. Dat is volkomen democratisch verantwoord. Als je tegen mij zou zeggen, je moet die boeken per se lezen, anders gaan we niet door met deze podcast. Dan zeg ik, nou, heel jammer voor de podcast en de luisteraars, want dat gaan wij niet doen. He, ik ga niet een boek over een voetballer lezen. Ja, maar nee. Je krijgt dus wel mensen die normaal nooit lezen, krijg je aan het lezen. Ja, nou is fijn, maar wat dat is ook het enige wat ze lezen. Bij mijn weten is het niet zo dat ze nadat ze de 6 van die voetbalboeken hebben gelezen, nou, dan ga ik toch eens even aan Tolstoj beginnen. He. Ik zie niet hoe interessant dat is, zo'n figuur die worstelt met het leven, want ik geloof dat de helft van die lui verslaafd raakt in de loop van het sportbestaan, ook zoiets eigenaardigs. Je gaat zingen of je gaat sporten en in no time ben je aan de middelen, dat is toch ook vreemd? Ja, bij historici komt dat bijvoorbeeld veel minder voor. Dat wil zeggen, ik heb het qua gerookt en gedronken, maar ik bedoel niet aan de middelen. Ik zou verbaasd zijn geweest als ik over een van mijn collega's zou hebben gehoord dat die lelijk aan de kook geraakt zou zijn. Ben je ook niet benieuwd dat je denkt dat ga ik toch op het einde van mijn leven ga ik dat nog eens proberen? Absoluut niet. 0,0. Nee. Ik heb natuurlijk, ik heb alle ervaring van die je met alcohol kunt hebben in je leven. En ik heb er zonder al te grote moeite heb ik er afscheid van genomen. Ik heb ook natuurlijk een jaar heel lang geleden wel eens wat wiet gerookt. Maar ik vond er helemaal niks aan. Oh, melig gedoe zeg. Ja, je wordt er melig van, dat is het eigenlijk. Ja. En ik kreeg er koude handen van. Slaperig? Slaperig ben ik sowieso eigenlijk altijd al, dus dat wordt dan nog versterkt, dat effect. Dus voor iemand die sloom is, kijk, bij je leef je voortdurend op de toppen van je zenuwen, ja, dan is het misschien wel nuttig. En het schijnt ook heel pijnstillend te kunnen zijn. Maar goed, als je niet voortdurend op de toppen van je zenuwen leeft, dan heeft het dus een heel sterk slaapverwekkend effect. Dus ik ga er niet aan beginnen. Hoe kwamen we hierop trouwens? Via de boeken en de invloed. Oh, de boeken, ja. De invloed. Dat is het. Die honderd invloedrijkste Nederlanders. Dat is flauwekul. Invloed valt feitelijk niet goed te meten. Als de Volkskrant niet een instrument ontwikkelt, niet waar, waarmee ze min of meer overtuigend kunnen aantonen dat ze invloed kunnen meten, dan moeten ze met deze onbeschrijfelijke flauwekulpublicatie, die overigens elk jaar weer een hoop gerucht veroorzaakt, daar moeten ze mee ophouden. Ja. Maar bijvoorbeeld als je de top 2000 hebt met liedjes waar mensen dan op kunnen stemmen, dat geeft dan wel een soort van... Ja, maar je weet zelf hoe het met die top 2000 is. Die top 10 is geloof ik al 60 jaar hetzelfde. Ja, maar daar stemmen mensen wel op. Ja, dat is toch ook helemaal niet in... Ja, dan, je moet dan sowieso al het initiatief nemen dat je gaat stemmen op de top 2000. Daarbij is dat geestelijk gestoord. En wat kan jou het schelen, Wiede? Je draait toch de muziek die je zelf leuk vindt. Ik ga natuurlijk niet speciaal stemmen. Ik ga nu wel eens eventjes Strawberry Fields naar de top 6. Ik ga allemaal kennissen bellen. Denk erom, Strawberry Fields, dat moet je stemmen. Hè? Nee toch, wat kan mij verrekken. Hè? Als er nooit meer iemand luistert naar Strawberry Fields, ik vind het nog steeds een goed nummer. Nee, dat is ook een ziekelijk gedoe met die. Je had het al over die lijstencultuur. Ja, ja. Dat is natuurlijk een beetje flauwekul. Maar er zijn overal lijstjes voor de oliebollen, de cafés, het bier, de koffie. Oh ja, dat kan met die oliebollen, want daar zijn natuurlijk grote kwaliteitsverschillen. Ja, je had, ik geloof dat ik het al eerder heb gezegd. De koffietest van Elsevier had je vroeger. Ja, maar als mensen naar een nieuwe stad gaan, bijvoorbeeld hier in Utrecht, ze denken, wat is een leuk tentje, tik je het in op Google en dan krijg je een site, de top 10 beste restaurants van Utrecht. Dat vaak ook volledig oplichterij is. Ja, dat wordt gesponsord aan je. Ja, precies. Je wordt betaald om in die lijst te komen. Ja. Je wordt extra betaald om aan in de top 5 terecht te komen. Dus daar geef ik geen cent voor. De overheid heeft nu net aangekondigd de initiatief te gaan nemen dat al die beoordelingen op het internet, weet je wel, Onze wasknijpers hebben 4 van de 5 sterren gewonnen. Het zijn de beste wasknijpers ter wereld. Nou,
Dat is allemaal onzin. Ja, ik zal even kijken. Er zit nooit iemand die de wasknijpers getest heeft. Ik zal even kijken, want er zit bij deze podcast ook zo'n review-categorie. Dan kun je dus ook invullen wat je hiervan vindt. Kijken wat mensen daar zeggen. Er zitten soms wel grappige dingen tussen. Even kijken. Wat een oase van luistergenot. Ik zal even kijken. Nou ja, daar sta ik natuurlijk 100% achter als dat is. Ja, nou, hier bijvoorbeeld deze. Deze podcast geeft je, weliswaar licht links georiënteerd, een goede kijk op de geschiedenis en de actuele zaken. Het draait nergens omheen en is daardoor een plezier om naar te luisteren. Dat zegt iemand. Ja, links georiënteerd, dat is tegenwoordig ook al. Hè, voordat je het weet, ben je een satanische vijand van rechts Nederland. Ja. Nou goed, dat zegt hij. Maar goed, dit is Jonathan de Geus. Wat zegt hij? Altijd een genoegen om te luisteren. Onderweg terug van bezoek aan Hamburg en Auschwitz en Berlijn en Potsdam. Ja, ik kan maar begrijpen dat als je van Auschwitz terugkomt, dat je die vrolijke boodschap van mij niet kunt missen. Ja, nou, dat is dus ook iemand. Dit is iemand die luistert altijd tijdens het fietsen, zegt hij. Je ziet, maar ik wil er maar op wijzen dat niet... Dat is niet, laten we zeggen, op zichzelf maatgevend. Dit zijn mensen die al de moeite hebben genomen om dit in te typen. Ja. Terwijl er zijn, we krijgen niet van iedereen die luistert een commentaar. Nee. Dat is een van de grote problemen ook met die commentaren van Twitter en zo en andere sociale media. Dat je enorm op moet passen om te denken dat wat je daar ziet aan meerderheidsopinies, dat ook een meerderheidsopinie is. Dat is het niet. Ja. Dit is iemand die zegt bijvoorbeeld, die geeft 3 sterren van de 5. Ik ben bij deze podcast terechtgekomen door de vertelling over de Tweede Wereldoorlog, die zeer de moeite waard zijn. Jammer dat Maarten, komt hij weer, te veel afdwaalt. In het begin is dat nog leuk, maar op een gegeven moment ging het mij irriteren. Ik denk ook niet dat het de bedoeling van deze podcast is om lang uit te weiden. Geen idee, daar hebben we het niet over afgesproken. Maar om een inkijkje te geven in het hoofd van Maarten. Leuk voor de fans en voor mij zijn er genoeg andere podcasts, zegt Vinnie 2.0. Ja, godzijdank wordt hij niet gedwongen om naar deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, beste, hoe heet die? Vinnie? Vinnie. Vinnie de Vinnie. Beste Vinnie, ga vooral naar andere podcasts luisteren. Mij interesseert het geen reet of je wel of niet luistert. Nee. Een wandelende ijsbreker zegt, heerlijk om naar te luisteren met hier en daar een krachtterm. Die als het zout in de pap functioneert. Ik geniet ervan tijdens mijn dagelijkse wandelingen. En ga door met afdwalen, staat daar dan weer. Dus, goed, dat is heel interessant. Dat je dus, je klikt dit even aan. Ik wil in de allereerste plaats zeggen, het is niet maatgevend. Het is een heel specifieke groep. Het is namelijk de groep van personen die vroeger een ingezonden brief aan de krant schreef. En je weet, sowieso zijn de negatieven, die zijn meestal veel sterker in hun sentimenten en in hun gevoelens dan de positieve. Want er is natuurlijk een enorme middengroep, die vindt het best aardig, die luistert af en toe, die wint zich er niet over op, die gaat jou niet een berichtje sturen. Dus je moet uitkijken dat je dat niet als maatgevend gaat zien, dit soort van die fout maken de media ook altijd. En dan schrijven ze over een bepaalde gebeurtenis in het land en dan zetten ze er 3 van die Twitter-commentaren naast. Dat is eigenlijk de moderne versie van de zogenaamde straatinterview. Hè? De Voxpop. Het kabinet is gevallen. Daar staat de dappere verslaggever met zijn microfoon bij de uitgang van een supermarkt. Daar komt zo'n echtpaar van middelbare leeftijd aangesukkeld. Niet waar? En van, dag mevrouw, mogen wij u een vraag stellen? Van, ja, gaat u gang. Hoe zie je dat? Wat vindt u van de val van het kabinet? Nou, die vrouw, jongens, ze vallen, dan staan ze weer op. Wat vind jij ervan, Piet? Nou, Piet die al die tijd zwijgend heeft staan luisteren van, ze moesten ze allemaal doodschieten. Hè? Dat is een iets minder welkome opinie. En dan het straatinterview, een van de meest belachelijke gewoonten die de media ooit hebben aangenomen. Wie bepaalt wie je gaat vragen? En dat is ook een heel groot probleem met al die panels op de televisie. Hè? In hoeverre zijn die maatgevend en in hoeverre niet? Hè? We hebben in Nederland eigenlijk maar 1 panel wat werkelijk miljoenen mensen bereikt. En dat zijn onze verkiezingen. En zelfs daar moet je zeggen dat bij Provinciale Staten, gemeenteraad enzovoort. Nou, mag je je handen klappen als de helft opkomt daar. Hè? Ja. Dat betekent dat de andere helft zo weinig geïnteresseerd is dat ze niet ineens komen stemmen.
Godzijdank ligt dat beter voor Tweede Kamerverkiezingen. De laatste keer was het, ik geloof 78%. Dat is iets minder dan de keer daarvoor. Maar goed, dan heb je wel een beetje een idee hoe er in Nederland gedacht wordt. Maar dan nog moet je erop wijzen dat 22% thuis blijft. Dus kijk uit met het idee dat we weten niet waar hoe de meningen liggen. En kijk uit dat je daar niet voortdurend de schrijvers van de boze brieven over representeert. Of dat je die niet veel te belangrijk vindt. Maar je ziet het bij die merken met het Lieke van Lexmond gebeuren. Wie is Lieke van Lexmond? Dat is een actrice die ooit in goede tijden, slechte tijden zat. En die is nu presentatrice, onder andere bij RTL. En die zit ook in een bedrijfje met haar zus. En die was gekoppeld aan een merk. Volgens mij van die geurdingen. Ik weet even niet hoe ze heten. Ah, dat snij een ander probleem aan waar ik wel iets over zeggen wil. Maar zeg maar even hoe het met Lieke af is gereageerd. Ja, die is dus negatief, of die is kritisch op het coronabeleid. Ook over die passen en inneemt en zo. En er kwam dus kritiek op bij dat merk. En dan zei dat merk, we stoppen meteen de samenwerking. Want dat kan niet, want straalt negatief op ons af. Ook weer een kleine minderheid die zich dus meldt bij zo'n merk. En zo zegt zo'n merk meteen, we stoppen ermee. Ja, dat is denk ik dat de meeste mensen geen reet kan schelen. Ik wil er wel graag aandacht voor vragen is, mag ik bekende Nederlanders vriendelijk verzoeken op te houden met op te treden in reclames op de televisie of op de radio of welke reclame dan ook. U suggereert namelijk dat u van groter belang bent en dat uw smaak van groter gewicht is dan de smaak van andere doodgewone Nederlanders. Niet waar? Want daardoor wordt u gevraagd om reclame te maken voor de betrokken goederen of de betrokken supermarkten. Ik zou zeggen, hou daarmee op. Het is in feite, lijkt mij, wezensvreemd aan de reden dat u bekend bent geworden. He, want je hebt natuurlijk mensen die zijn bekend geworden omdat ze professor waren in het neuspeuteren, zal ik nu maar zeggen. En die duiken dan overal op en gaan uitgebreid vertellen hoe ze over andere dingen denken, waar ze niets mee, waar ze niks van af weten. Mijn bezwaar is, dat mogen ze best doen, als ze gewoon als Piet Jansen dat doen. Ja, iedereen heeft het recht om zijn mening te geven. Maar als ze zeggen, nee, als het aangekondigd wordt dat professor in de neuspeuterij, Piet Jansen, wereldberoemd, waarschijnlijk ook genomineerd voor de Nobelprijs voor de medische wetenschap, zegt dat je vooral in Tesla's moet rijden. Nee, dat moet hij dus niet doen, want hij weet niks van elektrische auto's. Hè? En het feit dat hij professor in de neuspeuterkunde is, dat doet daar ook helemaal niets toe. Dus pronk niet met, of liever gezegd, suggereer niet dat je op grond van zeer specialistische kennis vaak ook een heel brede kennis hebt. Evenmin vind ik dat acteurs voortdurend moeten optreden in, of zangers, of Lieke van Lexmond heet ze zo. Ja. Die boom die nog een zuster heeft. Doen haar ouders ook mee aan de reclame of niet? Geen idee. Oh, ik dacht misschien de hele familie, een BV'tje. Hè? Nee, dat moeten ze niet doen. Want ze maken dus hun bekendheid te gelden. En ik vind dat moeten ze niet doen. Ik ben wel benieuwd wat voor merken jou wel eens benaderd hebben voor een reclame. Oh, dat is een heel interessant verhaal. Ik ben meerdere malen benaderd voor reclame. Namelijk door de Nederlandse spoorwegen al. Ja, eigenlijk denk ik 25 jaar geleden. Er was een fors bedrag aan verbonden. Ik moest iets positiefs over de NS zeggen. Ik zei ja, als ik iets positiefs te melden had, zou ik erover nadenken. Maar het is heel treurig. Maar ik heb niets positiefs te melden over de NS. Integendeel, als jullie eens een overtijd over hebben, ben ik bereid een kwartier uit te pakken over de verschrikkelijke ervaringen die ik met de NS heb. Die toen, in die tijd, ik ben ook begonnen met die lezingen, niet waar, daar ging ik met de trein heen. Ja, dat weten we, met de bloemen die je dan kreeg. Precies, ja, met zo'n druipende plant. Een druipende rijk. Ja, ook wat. Dus dat is niet doorgegaan. Maar het was een fors bedrag. Nee, het was al in de guldenstijd in ieder geval. Maar dan was ook het script bekend. Moest je dan ook op een station staan voor zo'n trein die dan net wegrijdt? Of in een trein? Nee, ik moest me voor de trein werpen. Nee, dat is niet zo. Een aanrijding met een persoon heet dat. Dat schijnt een heel protocol voor te zijn. Voor bier ben ik nog eens benaderd. En toen zei die mevrouw, ja,
U heeft een echte bierstem. Dat is ook vrij sterk, toch? Ja. Een echte bierstem. Ja, dat heb ik ook niet gedaan. Want ik moet zeggen dat je had in die tijd een ontzettend leuke... Dus ik was al even in de verleiding, maar het was niet het juiste merk. Had je een ontzettend leuke bieradvertentie... waarbij een echtpaar, een enigszins verzuurd echtpaar... samen in een huiskamer zat. En dan zegt die man die mompelt zo bij zichzelf... Ik heb wel eens een biertje. En dan trekt hij aan een touw en dan draait de hele muur van die kamer die draait om. En zijn vrouw verdwijnt in een nevenvertrek. En hij gaat dus in eentje een biertje zitten drinken van een... Ik ben het merk vergeten, maar het was er geweldig. Ik vond het altijd even geestig. Dus ik dacht, nou, als ik nou in zo'n ding ga, dat je iedereen omdraait in je pieren eentje. Maar nee, kattenbakkerspul. Omdat iedereen wist dat wij katten hadden. Toen, niet meer. Daar hebben ze ook nog eens gevraagd of ik daar reclame voor, maar ik weet niet hoe je dat dan moest doen. Dat je zelf in het kattenbakje plast of zoiets dergelijks. Ik heb geen idee. Ik heb wel één keer een ideële reclame gedaan voor de Stichting Nederlands Cultuurlandschap. Maar dat was uit die ideële overwegingen. Dat vond ik nog wel net, waarbij je dus ook niet betaald werd voor je activiteiten. Nee. Maar ik vind dat op dit punt vind ik dat veel te veel bekende Nederlanders, niet waar, zonder enige dringende reden, behalve geldzucht, in dit soort van reclames optreden. Ja. Ik had je nog wel willen zien in die Stroop de Mouwen op. Dat was van het ministerie, van WBS. Stroop de Mouwen op, daar voel ik sowieso al helemaal niks voor. Nee, maar om je in te laten enten. Want daar was je gewoon heel positief op om dat te laten doen. Nou ja, je weet hoe het met mijn inenterij afgelopen is. Ja. Dat ik dacht, ik ben aan de beurt, ik bel die lui eens. Nou ja, laten we die zaak niet opnieuw oprakelen. Hè? Voordat Hugo de Jonge weer boos wordt. Want ik begreep nu dat hij door wil als minister. Echt waar? Ja, dat schijnt zo. Ik las het ergens, dat hij door wil. Terwijl ik ook wel eens gehoord dat hij eigenlijk maar niet door wilde. Ja. En een rustige functie die vier keer beter betaald wordt in de schaduw zou willen aanbieden. Dus nee, die vaccinatie. Ja, ik was er erg voor, dat heb ik ook regelmatig gezegd. Overigens geldt daar natuurlijk, ik ben geen medicus. En je moet niet op mijn mening over de vaccinatie afgaan. Al vond ik dat ik wel kon wijzen op de objectieve resultaten die vaccinatie heeft. Hmm. We hebben nu gisteren of eergisteren weer gehoord dat meer dan 70% van de huidige IC-patiënten, dat mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Ik begreep zelfs dat Hugo de Jonge ergens in een ziekenhuis was gaan kijken naar mensen die dus nu spijt hadden, die dan op de IC lagen of anders in het ziekenhuis lagen, spijt hadden dat ze niet gevaccineerd waren. Overigens is er net ook, heeft KPMG een groot rapport geproduceerd over de Nederlandse reactie op COVID-19, want dat was het toch, 19. Dat is niet erg positief. En ik denk dat de regering... Als we ooit een regering krijgen die weer missionair is, dat die regering de borst wel nat kan maken voor het parlementaire enquête die naar de bestrijding van COVID zal worden georganiseerd. Want die kritiek van KPMG, dat was niet mis. Ja, maar welk land niet? Nou ja, het voorbeeld wordt gegeven van de drie Scandinavische landen, Noorwegen, Denemarken en Finland, die veel minder oversterfte hadden dan wij. En die duidelijk een hele andere strategie hadden gevolgd. Maar kijk naar Johnson in Engeland. Die wordt ook helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ja, maar bij Johnson maakt dat niet veel uit. Want die heeft natuurlijk licht messianistische trekken. Dat is een kletsmajor en een oplichter eerste klas. Maar hij doet het als politicus natuurlijk heel leuk. Beetje een soort, ja, het is toch de Engelse Trump. Dat hij toevallig ook Latijn kent, iets minder extreem wel. Nou, zal Trump zeggen van, ik heb nooit Latijn geleerd. Maar dat zou ik moeiteloos in een weekje onder de knie krijgen. Schrijf zo'n Latijn sonnetje, dat als Trump kan ik kan het. Nou ja, zoals die altijd tegen al zijn medewerkers zei. Ik begrijp er veel meer van dan jullie. Jullie begrijpen er niks van. Losers. Ja, dat riep hij altijd. Losers, ja. Ja, wonderlijk. Wat vind jij ervan, Piet? Nou,